Ben je er klaar voor? Ben je er echt klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor! Ben je er echt klaar voor? Ik ga op zoek naar het YouTube talent van 2017. Ik maak deze hele week lang elke dag een video met een van de 7 deelnemers. En daarna mogen jullie dus bepalen wie jullie het beste vonden. Dit is Van Niks naar Kliks. Lieve mensen, het is weer zover. Ik ben hier speciaal voor jullie in mijn woonkamer. En niet alleen, ik ben hier samen met een kussen. Oh. Ik heb een deelnemer. Nee, jullie kijken, jullie zijn daadwerkelijk toeschouwers van Niks naar Kliks. De enige show op YouTube waarin ik op zoek ga naar het YouTube talent van 2017. En daarmee ga ik fantastisch leuke dingen beleven. Ik heb hier een appel. Dat was een prank. Dat kan een prank. Dat was een prank. Ik ben een pranker. Ik maak deze hele week elke dag een video met een andere gast, met een andere deelnemer. En een van die 7 deelnemers is de enige echte Senna! Hallo. Hallo. Alles goed? Ja. Ja? Ja. Va. Oh. Senna, hoe voel je? Goed. Ja? Ja. Ben je een beetje blij? Ja. Wat staat er op de trui? Lees eens voor. Candy, cookies, chocola. Ja, het staat er wel, maar ik weet je wat ik altijd leuk vind, dat als mensen niet doorhebben hoe grappig ze eigenlijk zijn. Oh. Ik heb een beetje het gevoel bij jou dat je niet weet hoe grappig je bent. Oh. Vertel even waar je op zit. Op een kussen. Ja? En op een deken. Nee, het is een kleed. Oh, kleed. Deken. Het is wel een deken. Kijk, het lengteverschil is echt ziek tussen ons. Ja. Echt, als ik rechtop zit, zie ik zo. Ja. Ik moet een soort van zo gaan zitten. Ik denk dat ik trouwens de winnaar van deze contest al heb gevonden. Want Senna kwam bij mij thuis net en die had iets meegenomen. Vertel wat je had meegenomen. Paprika. Ja! Maar niet zomaar. Helemaal ingepakt met een strik eromheen. Ik vind, dit is nog nooit gebeurd. Er heeft nog nooit iemand zoveel paprika's meegenomen bij mij. Oké. Okay. Wat dacht je? Ga maar even helemaal inpalmen. Ja. Ik ga gewoon voor de winst, dacht jij. Ja. Ja, nou, goede tactiek. Natuurlijk. Je weet natuurlijk nou wel wat er gaat gebeuren. Ja, nou, weet ik niet. Nee, je gaat een papkaartje eten. Oh ja. Ja? Lekker. Ja? Vind je het lekker? Ja. Op schaal van 1 op 10. Hoe lekker vind je het? 10. Goed zo. Dat is het antwoord wat ik wou horen. Sorry voor de agressie. Nou, ik heb hier. Ze liggen allemaal al bijna op de grond. Ja. Sorry daarvoor. Deze is voor jou. Ben je er klaar? Nee. Nee! We moeten dat dit samen. Oh. Oké, stop het even terug. Spuug het even in. Nee, niet doen. Oké, ben je klaar om het moment te ervaren? Eerst heb je bot leeg. Oké, ben je er klaar voor? Ja? Ready? Wat een moment dit. Dat is toch genieten? Mm. Toch geweldig? Ja. Vertel eens het over jezelf. Zodra je mond leeg hebt. Ja, wat wil je dat ik zeg? Nou, gewoon wie je bent, wat je doet, waar je van houdt, waar je vandaan komt. Ik ben Senna. Ik kom uit Beverwijk. Hou heel erg van YouTube. Juist. Oké, wie niet? En ook van hockey. En van hockey? Ja. En ook van paarden? Ja. Echt? Ja. En ook van... Nee, dat was het eigenlijk wel een beetje. Toch? Ja. Of heb je nog meer weer van houdt? Hockey vind je helemaal fantastisch. Ja. Maar waarom niet voetbal dan? Ja, voetbal vind ik ook leuk, maar ja, ik zit in hockey en ja. Ja, oké, voetbal is op zich ook wel leuk. Je probeert gewoon iedereen te vriend te houden. Ja. Zwemmen vind je ook leuk? Ja. Ja, precies. Ja. Jij vindt gewoon alles leuk. Ja. Gewoon altijd maar om die stemmen binnen te halen. Ik zal jullie nog heel even uitleggen hoe het werkt, dames en heren. Ik ga deze hele week lang elke dag een video met iemand maken. En aan het eind van die week mogen jullie beslissen wie jullie het leukst vonden. Dat kunnen jullie dan doen door onder de video op maandag. De komende maandag komt er een video en dan kun je daaronder. Het spreekt allemaal voor zich. Het is geweldig. Wat dacht je toen ik je uitkoos? Dacht je, waarom wil ik jou een video met me maken? Omdat ik gewoon super leuk vond. Ja? Vond je het leuk? Ja. Ja? Waarom vind je het leuk? Je zit gewoon in mijn woonkamer een paprika te eten. Ja, maar ik vind het gewoon leuk. Welk meisje van 9 zou het leuk vinden om überhaupt groente te eten? Of is het fruit? Nee hoor, ik ben flauw. Ik heb er heel veel zin in. Weet je wat? Leg jij uit wat we vandaag gaan doen? Oké, we gaan kijken wie populairder is. Ja, dat klopt, ja. En hoe gaat dat in zijn werking? Noem eens een voorbeeld. Donald Duck en Dora. Donald Duck en Dora. En dan moet je kijken wie er populairder is. Oké. Okay. Het is eigenlijk een strijd tussen ons. Ja. We gaan gewoon de strijd aan. Gewoon om te kijken wie van ons beter gevoel heeft voor populariteit. Snap je? Ja. Zoals bijvoorbeeld was, ja, is Senna of Kelvin populair? Dan is het natuurlijk overduidelijk Senna. Ik bedoel, je hebt zoveel vriendinnen op je school. Ja. Dat is niet normaal. Ja. Kijken ze nu, denk je? Kijken ja. Ze, ja? Ja. Dag vriendin van Senna. Hi. Hallo. Het is heel erg spannend, mensen. Ik maak me klaar voor de strijd. Ik ga... Het is wel een beetje raar. Ik neem het op tegen iemand die de helft van mijn leeftijd is. Ja. Je moet altijd in een strijd, moet je toch een beetje op je eigen... Maar neem niet weg dat jij gewoon wel gewoon in je mars hebt om te kunnen winnen. Voel het. Ben je er klaar voor? Ben je er echt klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ben je er echt klaar voor? Ik ben er helemaal klaar Oké, mensen, de eerste optie die we hebben voor vandaag is Enzo Knoffers, Gerard Joling. Ken je Gerard Joling? Ja. Ja? Zing eens een liedje van hem. Ik ken geen liedje. Ik ook niet. Maak me gek, maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de pokken die vliegen in het rond. Maak me gek. Oh ja, jij kent geen liedjes? Nee, maar ik was vergeten. Oh ja, nee. Maar nu weet ik het wel. Ken je dat liedje echt niet?
Nou, is niet erg. Volgens mij niet. Jawel, nee. Nee, nu wel. Of nee, toch niet. Maar wie van deze mensen denk jij dat populair is? Want Enzo Knol ken je natuurlijk, ongetwijfeld. Gerard Joling ken je dus ook. Maar best wel moeilijk deze. Ik denk Enzo Knol. Nee, wat? Hey. Ik heb wel Enzo Knol, denk ik. Echt waar? Ja. Waarom dan? Nou, gewoon. Omdat hij gewoon superveel abonnees heeft. Ja, oké. Okay. En superveel duimpjes omhoog. Maar weet je hoe lang... Weet je hoe lang Gerard Joling vult gewoon een hele arena met mensen? Ja. Weet je hoeveel mensen in de arena passen? Gewoon meer dan 12. Echt. Ja. Ja, dat is zo. Weet je hoeveel abonnees Enzo Knol heeft? Ja, meer dan 1 miljoen. Meer dan 12. Ja, dat ook. Ja, zeg het maar. Ja, ik weet het niet. Ik ga... Oké, we gaan het tegelijkertijd zeggen. Oké, okay, ja. 3, 2, 1. Gerard Joling! Jij is gewoon Enzo Knol. Wie is Enzo Knol? Oké, okay, jij gaat voor Enzo Knol, ik ga voor Gerard Joling. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, alleen ik denk dat... Nee, maar ik twijfel ook heel erg hoor. Ja, ik ook. Ik weet nu ook zeker dat de kijkers thuis zitten en die denken van, hey, ik weet het ook eigenlijk niet. Ja. Oké, okay, ben je klaar voor? Ja. Het is Enzo Knol! Ja! Nee! Yes, maar ook echt, maar het scheelt echt niet veel. Enzo heeft ongeveer 500.000 resultaten en Gerard Joling heeft er 450.000. Ja, het scheelt niet heel veel. Maar je staat wel degelijk voor. Okay. Justin Bieber versus One Direction. Weet je wie dit zijn? Ik wel. One Direction. But that's makes beautiful. Oh! Oké, okay, hou maar op. Oké. Okay. Oké, ik weet het nu al, sowieso. Ja? Ja. Oké, okay, ik ook. 3, 2, 1. Justin Bieber! Ja, jezus, jij zegt gewoon wat ik zeg. Ja, jij nee, gewoon nee, net. Ik zei het eerder. Nee. Nee? Nee. Je staat op beeld, hoor. Ik heb bewijs. Nee. Nee? Oké, doe. Hè? Dit kan niet! One Direction? Jij snapt niet wat er gebeurt. Hè? Dat kan niet! Ja, sorry, ik heb het niet bepaald. Hè? Maar kijk, One Direction, dat zijn gewoon woorden, snap je? Dus ja, okay. Laten we zeggen 50, maar 10 jaar geleden zochten mensen ook hier al op. Toeterdraaiers versus hamers. Ja! Oh, deze weet ik wel, denk ik. Waarom zou je überhaupt zoeken op zoiets als dit? Oké, okay, ik weet het. Okay. Oh, 100%. Maar echt 100%. Als ik jou was, zou ik precies zeggen wat ik zeg. Schroevendraaiers, dat is het goede antwoord. Ja? Ja, het is echt... Ja, oké, okay, maar je hebt schroevendraaiers nodig als je een hamer. Ja, precies. Ja, ja. Precies dat. Oké, dus jij zegt schroevendraaiers? Ja, ik zeg. 3, 2, hamers. Schroevendraaiers. Goed. Ha! Nou. Look at my down. Look at my down. Dat mag niet meer, hè? Mag niet meer in 2017. Oh. Stukje van mijn haar. Cool. Ja? Ja? Dankjewel. Ik dacht, ik heb het helemaal fris speciaal gedaan voor de kijkertjes. Eet je nou expres gewoon geen paprika meer? Nee, zal ik het eten? Je hebt het gewoon op de grond gelegd. Wow. You fast. Monica Geuze versus Lil Kleine. Oh, deze is moeilijk. Ja, toch? Ja, ik weet het wel. Ik weet het ook wel, joh. Ja? Zeker even? Ja. 3, 2, 1. Leo Kleine. Dan zeg ik gewoon weer wat ik zeg. Nee, zo, jij zegt wat ik zeg. Nee, ik zei het eerder. Oké, okay, ben je klaar voor? Ik vind het wel fout. Nee. Lekker Senna. Goed gedaan. Nou, we hebben het goed. Ja. Maar echt goed ook. Bijna een miljoen resultaten. Onnibie versus Kai van der Ree. Nou ja, gelukkig heb ik Kai's blouse aan. Ik kan me helemaal inleven. Deze blouse ruikt naar Kai, dus ik ga heel even... Ja, ik weet het antwoord. Ik denk dat ik nog nooit zo erg zeker van ben geweest dan dit. Oké, okay, ik weet het denk ik ook. Oké, okay, ik weet het. Jij bent er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Kai! Onnedy! Hoezo Kai? Nou gewoon. Onnedy, ja. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, dit zijn echt meerdere woorden. Maar goed, weet je, jij mag je keuze, jouw keuze heb je gemaakt. Ik hoop dat ik het goed heb. Ja! dit is niet eerlijk, joh. Jij speelt vals. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Ik ben hier gewoon beter in. Apple versus Android. Oh! Snap je? Die Android ken ik niet. Nee, oké. Okay, maar nou. ik ga... Ik ga ook niet helpen nu. Je staat nee. voor, dus ik ga je niet eens helpen. Nee. Hoeveel staat het eigenlijk? 3, 2, 3, ja. Nou, oké. Okay. Je kan nog wel tellen ook, joh. Dope. Ik heb nog nooit iemand in mijn video gehad die zo fanatiek... Kijk hoeveel je al op... Kijk, je hebt gewoon een hele paprika gemurderd. Kijk. Gewoon vermoord. Je bent gewoon een paprika moordenaar. Oké, 3, 2, 1. Android. Oh. Dit is mijn kans om gelijk te komen. Natuurlijk had ik het goed. Shit. Je bent... Wat zeg je? Ik had het helemaal niet. Nee, maar daar moet je juist, denk ik. Of zo. Dat was mijn tactiek. De winnaar krijgt deze hele zak paprika's, hè? Dat weet je. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Mark Hoeks versus Rob Hoeks. Ken je hun? Nee. ken je Smoor? Ken je Gekke Markie? Ja. Nou, dat is dus Mark. En zijn broer. Klopt. Oh, ja. Oh, ja, ik ken hem wel. Oké, okay, het is tijd om een antwoord te geven. Oké, 3, 2, 1. Mark Hoeks. Nee, jij zei het niet volledig antwoord. Ja. Ah, een grapje. Ja, we hadden het goed. Ja. Lekker. Lekker. Twitter versus Facebook. Zijn we nou nog steeds gelijk? We staan gelijk. Het zit 4-4, ja. Joh. Jeetje, wat een spannende strijd. Ja, die is... Nee, ik weet het wel. Ik weet het ook. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Facebook. Toch wel? Kijk hem morgen even aan. Ja, dit moet wel, want wie zit er überhaupt... Heb je Twitter? Nee. Nee, precies. Wie zit er überhaupt nog op Twitter? Ik. All around me are...
Het is ruim 7 miljoen. Wow, maar echt veel ook. Dit is gewoon 10 miljard, hè? Dit is 17 miljard. Kanye West versus Kim Kardashian. Oh. Weet je wie dit zijn? Ja. Kanye West, dat is een rapper. Hij heeft schoenen. Oh, ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Nee, deze is wel moeilijk, hoor. Ja, deze is moeilijk. Deze is moeilijk, hè? Ben ik klaar? 3, 2, 1. Kanye Kim. West. Natuurlijk had ik het Kim. Goed. Hey! Was goed? Ja. Ja? Ik kwam net iemand tegen op de gang en die zei dat ik voor stond. Ja, kan ook niks doen. Max Verstappen versus Martin Garrix. Weet je wie dit zijn? Ja. Max Verstappen is de coureur. Ja. Nee. Jawel. Het is zo'n racer. Ja, coureur. Zo. Oh. Tuurlijk weet ik het. Ik wist het al lang. Gewoon voordat we begonnen wist ik het al. Oké. Okay. 3, 2, 1. Martin Garrix. Oh, oh boy. Chips, oh boy. Ik hoop dat ik het goed. Yes! Dit is toch niet eerlijk? Dit is toch niet eerlijk? Sik TV versus Dylan Hagen. Oh, ik weet hem. Ben je een beetje zeker? Kun je nu wel snel antwoorden? Ja. 3, 2, 1. Sik TV! Ja, Sik TV. PewDiePie versus Casey Neistat. Die ken ik helemaal niet! Dat zijn Amerikaanse grote YouTubers. Oh, ja, ik kijk niet Amerikaan. Oké, daar moet je wel even een gokje wagen, denk ik dan, hè? Kim! PewDiePie, Casey Neistat. Je mag ook 1 en 2 zeggen. Oké, oké. 3, 2, 1. Casey Neistat. Je hebt het goed! Nee! Calvin versus Edon Joost. Weet je wie Edon Joost is? Ja. Oké, weet je wie Calvin is? Wie is dat dan? Oké, ik weet het. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Calvin. Jij. Ja, staat er niet eens tussen. Calvin. Oké, natuurlijk ik. Jezelf, oh mijn god. Nee, ik dacht van. Ik dacht Calvin was een of andere eindbaas in de middeleeuwen of zo. Je had zo Luther en Calvin. En dat is iets met geschiedenis. Krijg je nog wel. Heel saai. Wat is het vaak aan het eind van een wedstrijd? Wat heb je dan vaak? Een winnaar. En wie is de winnaar? Ik. Jij bent de winnaar. Hoe weet je dat eigenlijk? Ik weet het helemaal niet. Nee, maar jij bent wel de winnaar. Ik heb wel meegeteld. Ja, neem het maar van mij aan. Yes! Even een overwinningshapje. Nou, weet je wat dit betekent? Het betekent dat deze is voor jou, deze is voor jou, en deze is voor jou, en deze is voor jou. Speciaal voor jou. Vond je het leuk? Ja. Ja, heb je het naar je zin gehad? Ik heb het ook naar mijn zin gehad. Doe een blauw duimpje omhoog. Yes. Hoppakee. En abonneer. Hoppakee. En ook op mij. En ook op haar. Kijk, echte YouTuber. Cinnabellot. Ik maak dus deze hele week video's met YouTubers en na die 7 video's kunnen jullie stemmen op wie jullie het leukst vonden. Dus misschien vonden jullie Senna wel gezellig. Kijk hoe ze dit doet. Ze is wel echt fanatiek paprika eten ben jij. Ga gewoon helemaal opeten. Nee, niet doen. Nou. Dit groene moet je niet opeten. Nee, dat snap ik. Ja, dat is niet goed. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar mijn kanaal. En abonneer op mijn kanaal. Ik vond het hartstikke gezellig. Senna, bedankt dat je er was. Je bent super. En de groeten. Doei hè. Doei. Doei hè. Doei. Dag. Doei!